Je kijkt naar een samenvatting van alweer de 9e kernenomloop Echt Susteren. Een UCI-koers die vorig jaar gewonnen werd door de Duitser Max Walscheid. De dag begon regenachtig. De renners bleven dus binnen, maar vlak voor de start, die om 1 uur gepland stond, klaarde het dan toch op. 25 teams, het merendeel buitenlandse ploegen, gaven acte de présence op de markt in Echt. Wagens voor de karavaan, die gaan zich in de beweging zetten. Ik zie daar de geluidswagen van Reumers gaan. Om 1 uur was het zover. Een peloton van bijna 200 renners vertrok voor een volledig vlak koers door Midden-Limburg. In totaal 196,8 kilometer kregen de renners voor de kiezen. We begonnen met een lus van 90 kilometer, daarna nog een korte lus van 9 kilometer en dan nog 24,4 kilometer die 4 keer moest worden afgelegd. De eerste ontsnapping van de dag is een feit. De renners hebben amper 5 kilometer gefietst en 3 renners kiezen de aanval. We zien Jan-Willem van Schip van Joyners de Rijken. Hij reed vandaag weer zijn eerste wedstrijd na de Olympische Spelen in Rio. Dan Twan Brusselman van Joop Piels. Een groot talent, maar hij kent dit jaar een moeizaam seizoen. En dan is er de nummer 3 van afgelopen jaar, Stan Godrie, rijdend voor het Rabobank Development Team. De aanval zal niet lang stand houden, want het waait vandaag. En dus ging het op de kant. Een beeld dat we veel zullen zien vandaag en dat de koers meerdere malen op zijn kop zet. Na 35 kilometer koers ontstaat er weer een nieuwe kopgroep. Maar bij de eerste doorkomst op de finish, na ongeveer 90 kilometer, is alles weer compleet. En pakt Stan Godrie de punten voor een premiesprint waarmee een pak geld is te verdienen. Iets waar deze jonge fietsers nog niet aan hoeven te denken, want voor hen gaat het vooral nog om de fun. En alweer is er een nieuwe kopgroep aan het front. Deze keer 27 renners en bijna alle grote ploegen hebben iemand mee. Zo zien we ook Koen Vermelvoort vooraan, de leider in de topcompetitie, die komend weekend zijn slotakkoord speelt in de HLB Daal-Eurode omloop, waarmee dan een profcontract is te verdienen bij Roompot Oranje Peloton. Wordt hard gereden door de blauwe brigade van Metec TKH. Zij hebben enkel Arno van der Zwet mee vooraan en dat is te weinig op zo'n grote kopgroep. Het gat op de inmiddels 23 leiders is bijna gedicht, maar de koplopers geven zich niet gewonnen. En zo ontstaat er een afgeslankte vorm van de kopgroep. De namen vooraan. Joey van Rey, Joop Piels. Daan Meijers, Joyners de Rijken. De Belg Nathan van Hooijdonk, BMC Development Team. Jan-Willem van Schip, Joyners de Rijken. En dan nog een Belgerin, Robbie Gijs van Lotto Soudal Development. Jim van den Berg, Parkhotel Valkenburg. De Zwitser, Patrick Muller van BMC Development. En Kobus Herreigers van Joyners de Rijken. Een duidelijk overtal dus van Joyners de Rijken met 3 renners op 8. En daarmee zijn zij de ploeg waarnaar gekeken wordt. Overleg dus bij BMC Development, maar ook spanning in de wagen bij ploegleider Benny Lambrechts van Joyners de Rijken. Want er wordt gejaagd door het peloton. Meerdere ploegen die de slag gemist hebben proberen het gat te dichten, maar de samenwerking is niet al te best. De 8 behouden een stabiele 40 seconden voorsprong en dus kan er gedacht worden aan de winst. De organisatie in het peloton is volledig weg en vooraan wordt al gedemarreerd in de laatste kilometers door onder andere Joey van Rey en Robbie Gijs. Maar het Joyners de Rijken blok is te sterk. In de straten van Echt is het Daan Meijers die het afmaakt in de sprint. Hij trekt de zegen naar zich toe en wint zijn allereerste UCI-koers in zijn carrière. Maar ik voelde me gewoon heel goed. En dan... Ja, Jan-Willem is ook gewoon een goede renner en die kan zo'n koers ook gewoon winnen. Dan moet je toch een beetje op twee paarden wedden. En als hij dan gewoon kan demareren en ik kan dan eerst het bordje van de ander nog een beetje leeg eten. Het is pas mijn eerste UCI-overwinning. En dan heb ik toch hard voor gewerkt om dit een keer te bereiken en dan doet het echt wel deugd. Ja, en Jan-Willem van Schip, net terug uit Rio, vond het best nog wel lastig om weer te wennen aan de weg.
Ja, het was de eerste koers, dus ik was weer een beetje zenuwachtig. En ja, ik had er best wel zin in, maar ik vond het ook wel spannend. Maar ja, gewoon leuk, gezonde spanning eigenlijk weer. Gewoon een beetje alsof je de eerste voorjaarsklassieker weer rijdt. Daan Meijers wint dus de 9e kernenomloop Echtzusteren voor Nathan van Hooijdonk en Jan-Willem van Schip. Hier dan nog de top 10 van de dag. Jim van den Berg wordt de laatste renner uit de kopgroep van 8. En Stan Godrie, de aanvaller van het eerste uur, wordt knap 9e voor Taco van der Hoorn. Waarmee Joris de Rijke ook het ploegenklassement wint met 4 renners binnen de eerste 10.